Hallo jongens en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik een shoplog voor jullie en vandaag heb ik eindelijk maar toch de AliExpress shoplog. Ik heb hier een mandje gevuld met allerlei dingetjes. Sommige dingen zijn echt al een maand of twee geleden besteld, want dit ligt echt al best wel lang bij mij thuis. Ik was heel lang aan het verzamelen. Ik heb iets van 18 of 19 pakketjes. Ik heb het wel geteld, maar ik ben het vergeten. Het was of 18 of 19. En ik zeg, ben je benieuwd wat ik allemaal heb besteld? Blijf dan gezellig even kijken en doe ook alvast gezellig je duimpje omhoog. En abonneer je even op mijn kanaal als je hier nieuw bent. En laten we gauw kijken wat er allemaal in de doos zit. Dan begin ik als eerst met iets wat dus niet meer in de verpakking zit. Dit is namelijk een krultang. Deze was 15 euro, dat weet ik nog wel uit mijn hoofd. En ik was hier zo ontzettend naar benieuwd. Het is zeg maar zo'n zo'n krultang waarbij je niet je haar omheen hoeft te krullen. En dat leek me echt ideaal. Ik heb hier trouwens ook een video mee opgenomen. En die video zal ik even in de beschrijving linken. Deze was trouwens best wel snel bij me thuis. Maar AliExpress die heeft natuurlijk nu ook een samenwerking met PostNL. Dus volgens mij gaat het sowieso al sneller. En van de rest van de pakketjes heb ik het eigenlijk niet echt in de gaten gehouden. Want dat was nog voor de tijd van PostNL. Dan heb ik hier een klein pakketje. En ik heb trouwens alles wel opengemaakt. Maar het ligt al zo lang in de kast dat ik echt al niet meer weet wat erin zit. Dit zijn drie highlighters en ik weet nog wel dat ik dit besteld heb. Maar ik vond het wel grappig dat twee highlighters in een doosje zitten en eentje dus niet. En zo heb ik het ook gekregen. En het staat zeg maar helemaal precies strak in zo'n zakje waarin het verzonden is. Dus misschien hebben ze daarom eentje uit de doos gehaald. Omdat het anders niet paste. I don't know. Ik heb het zo gekregen. Even kijken. Het zijn dus drie highlighters. Maar ze zijn wel vloeibaar. En volgens mij zijn ze redelijk heftig. En ja, ik ga ze gewoon even swatchen. Het stinkt wel echt ontzettend. Het is heel gek, want het is heel erg vloeibaar. Volgens mij waren er drie kleuren aanwezig bij de verkoper. En ik heb ze alle drie gekocht. Ik weet ook bij God niet meer wat het mij allemaal gekost heeft. Dit is hoe de highlighters van dichtbij eruit zien. En dit zijn de swatches. Dan ga ik door naar een volgend pakketje. En dit is echt wel een klein dun pakketje. Wat zit erin? Oh, oorbellen. Oh mijn god, dit is zo lang geleden. In mijn oren heb ik zeg maar ook drie ringetjes. En ik kom even dichterbij. Oeh! Ik heb hier zeg maar dus drie ringetjes en ik vind dat dit ringetje hier best wel aan de grote kant is. Ik zou zeg maar de tweede in mijn eerste gaatje willen doen en dan heb ik voor het tweede gaatje deze besteld. En dit is hoe ze eruit zien. En ze lijken wel heel erg op de oorbellen die ik nu in mijn oren heb. Dan het volgende. Dit is volgens mij of een ketting of een enkelbandje. Oh, dit is een enkelbandje. Deze vond ik wel heel schattig. Het is een beetje rosé-goudenachtig. Enkelbandjes vind ik tegenwoordig zo leuk. En ik had vorig jaar geloof ik een enkelbandje gekocht. Eén keer gedragen, kwijtgeraakt. Ik weet niet hoe. Dus ik dacht van oké, zulke goedkope AliExpress enkelbandjes zijn nog wel te doen. Want als ik het kwijtraak, dan maakt het niet zo heel veel uit. Volgende. En dit is wat ik dus gisteren gekregen heb. Dus hier heb ik echt heel erg lang op gewacht. Ik denk dat ik de bestellingen of eind april of begin mei heb geplaatst. Behalve de krultang. De krultang heb ik wel later besteld, maar die was echt wel snel binnen. En dit is ook een enkelbandje. En deze is echt veel te schattig. Dit is hoe die eruit ziet. Ik vind deze echt zo leuk. Ondertussen kunnen we kijken hoe het opdroogt. Het droogt ook echt goed op. Dat is ook wel handig voor, oh, ik zit er wel een beetje onder. Wel handig voor bijvoorbeeld ook een ooglook. Dan weet je dus dat het niet vettig blijft. En dat het gewoon goed op ogen blijft zitten. Nou is het wel spannend om natuurlijk AliExpress make-up bij je ogen aan te brengen. Tenminste, ik vind het wel spannend. Dan heb ik hier iets redelijk duns maar groots. Oké. Goed verwoord, Chris. Oh, dit is zo'n nageldingetje. Dit zijn dus stickers voor op je nagels. Dus als je je nagels gelakt hebt, dan kan je een sticker opplakken en dan met een andere kleur eroverheen gaan. En dan krijg je dus zo'n figuurtje erin. Dit is hoe het eruit ziet. Ben ik wel heel benieuwd naar. Dan heb ik nog een klein pakketje. En ja, eigenlijk is het allemaal heel erg klein. En hier zitten er zelfs drie dingen in. Dat was ook zo, want sommige kleine pakketjes die bevatten dus best wel veel dingetjes. Lekker vaag ook weer. Oh, dit is volgens mij een ketting. Deze kan ik me nog wel herinneren.
Dit is dan hoe die eruit zou zien. Is wel cute. Is eigenlijk niet helemaal mijn ding. Ik weet ook niet zo goed waarom ik het heb besteld. Maar is wel schattig. En volgens mij is dit juist wel een choker. Oh, deze is zo leuk. Maar ook wel heel simpel. Maar ook heel erg leuk. Deze kan ik me ook nog best wel goed herinneren. Maar volgens mij was deze een van mijn favoriete aankopen. En het is ook een choker, maar dan met hele kleine diamantjes. Kijk nou hoe cute. Oh, vind deze echt zo leuk. Volgende. Oh, we hebben een hoesje. iPhone hoesje. Oh mijn god, dit is lang geleden. Het is een hard case. Kijk, dit is hoe het hieruit ziet. Oh mijn god, ik vind hem zo leuk. Ik vind hem echt heel erg leuk. En dit is hoe die van voorkant eruit ziet. Ik heb trouwens een iPhone 6S Plus. Dus mocht je ook zo'n telefoon hebben, dan hebben ze deze sowieso. Oké, volgende. Ook weer zo'n minuscuul pakketje. Dit moet weer een enkelbandje zijn, jongens. Ik ging echt helemaal tekeer bij de enkelbandjes daar. En deze heeft een infinity teken. En een blauw balletje. Oh, ik voel wat erin zit. Ik word altijd zo ontzettend buitenlands van. Als ik zeg maar enthousiast dingen ga openmaken. Ik kan er gewoon geen Nederlandse zin meer uitspreken. Sorry jongens die er last van hebben. Maar dit is zoiets leuks. Dit zijn namelijk oogschaduwkwastjes. En deze zijn echt gewoon super cute. En volgens mij ook super zacht. Oh, deze zijn zo mooi. Dit is hoe ze eruit zien. Ik vind ze echt pretty. Dan ga ik even een voelen. Het is minder zacht dan ik gewend ben. Maar het is zeker en zeker voor die prijs. Het is nog steeds wel zacht hoor. Alleen ik heb gewoon zachtere kwastjes. Maar dit komt helemaal geweldig goed van pas. Oké, we gaan naar het volgende pakketje. Oh mijn god, ik dacht al wat is dit. Maar ik weet het weer. Ik heb namelijk af en toe gel lak op. Vroeger had ik het echt iedere dag op. Maar tegenwoordig doe ik het niet meer zoveel. Omdat mijn nagels daar heel erg kapot van gaan. Maar ik heb dus dit gezien. En dit is dus heel handig bij het afhalen van je gel nagellak. Ik gebruikte dus folie om zeg maar aceton in te laten weken in mijn nagellak. En dat vond ik heel erg vervelend. En dat was echt een gigantisch gedoe. En toen zag ik dit. En ik dacht, oké, dit moet ik echt even proberen. Dit kan je dus zo, zeg maar een watje met aceton op je nagel leggen. En dan kan je dat er zo vastklemmen. En dit is echt ideaal. Voor iemand die het ook nog zoekt. Het was volgens mij echt 1 euro of 2 euro. Dit is echt ideaal. Gewoon veel minder moeite om dit te doen. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Dan heb ik hier nog een telefoonhoesje. En dit is wel een soft case. Of nou ja, redelijk soft. Met van die glittertjes erin. Dit is hoe het eruit ziet. Ik zal hem even op mijn iPhone doen. Even kijken hoe dat op mijn telefoon eruit ziet. Wel wat aan de grote kant of zo. Is wel wat iets ruimer dan dat ik gewend ben. Maar dit is hoe het eruit ziet. Ik vind het wel cute. Volgende. Oh, dit is leuk jongens. Deze heb ik al stiekem een keer uitgeprobeerd. En weer teruggestopt in de verpakking in de kast. Dit is namelijk... God, hoe heet het überhaupt? Dit is, oh ja, zo'n kwastencleaner. Je kan dus zo... Stel je voor dat je dus oogschaduw hebt op je kwast. Dan kan je er zo in gaan en dan ga je rondjes draaien. En dan haalt hij make-up van je kwast af. Als je dus make-up hebt op je kwast, hoef je dus niet per se een andere kwast te pakken voor je oogschaduwlook. Maar kan je er zo gewoon in gaan roeren, draaien. En dan haal je dus make-up van je kwast eraf. Dus daar is het voor. Super handig. We gaan weer verder. Oh ja, ik weet het weer. Dit zijn lipstickjes. En toen ik dit dus besteld had, had ik geen idee dat het eigenlijk een namaak is van een merk. Want dat stond er niet duidelijk op. Dit zijn in ieder geval 5 metallic lipsticks. En het heeft zeg maar zo'n, ja, zo'n glitter effect. Wat jullie waarschijnlijk al wel vaker hebben gezien. Ik zal ze even swatchen. Oh, super goed geswatcht. Hoe ga ik dit nou weer laten zien? Dit zijn de swatches jongens. Dus dit zijn de lipsticks. Maar zoals ik al zei, het is dus een namaakspul van een bepaald merk. En ja, dat was dus niet echt duidelijk aangegeven op AliExpress. Maar ik heb ook begrepen dat AliExpress dat op advertenties sowieso onduidelijk maakt. En dat je vervolgens wel een product krijgt met
namaakmerk erop, zeg maar. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden als je dus ook geen namaakspul wil hebben. Dan heb ik hier nog een pakketje en hij glipte er al uit. En dit is echt zo'n heerlijke kwast. Ik kan gewoon niet wachten om mijn poeder en mijn contour en mijn bronzer en whatever mee te doen. Ik vind deze zo ontzettend leuk. Hij haart wel echt nu al uit. Dus ik denk dat ik me daar mateloos aan ga irriteren. Maar dat is een zorg voor later. Voor nu vind ik het gewoon een super leuke kwast. En ja, ik ben benieuwd hoe het mij bevalt. Hij is wel lekker zacht. Daar gaat het om. Dan heb ik hier nog een klein pakketje. En wat zit hier nou in? Oh, dit is een choker. Dat weet ik weer. Dit is een soort van een nep leren choker met nog een kettingje eraan vast. Ik maak hem even open. Oh, dit voelt zo fragiel. Maar goed, dat is dat natuurlijk ook. En dit is... Oh. Ik vind deze niet zo, denk ik. Dit is zeg maar hoe het eruit ziet. Maar ik vind het wat te laag of zo. Ik had hem hoger verwacht. Nou goed. Voor iemand die het leuk vindt, dit is hoe het eruit ziet. En het is super goedkoop. Oh, ik zit al die swatches af te geven in mijn nek. Lekker hoor. Dan heb ik hier sieraden. En dit zijn, even kijken, 3 pakketjes. Ik heb hier in ieder geval oorbellen. Deze zien er echt super goed uit. Dit is hoe oorbellen eruit zien. Ik vind ze zo leuk. Dit is ongeveer hoe groot ze zijn. Ik weet nog niet wanneer ik het ga dragen, maar ik ga het dragen. Ik ben echt niet meer gewend om grote oorbellen in te doen. Of ik heb helemaal geen oorbellen in, of ik heb deze ringetjes in. Dan heb ik hier nog een paar ringen. Deze zijn uber cute. Dit zijn de ringen. En ik heb hier nog meer ringen. En dit zijn de andere ringen. Zo cute. Ik ga ze uiteraard niet allemaal tegelijk dragen hoor. Maar dat is even voor het beeld. En dit is alweer het laatste pakketje. En dan zijn we er alweer doorheen. Dus het gaat echt super snel. Oh ja, ik heb een beauty blender. Of nee, een namaak van een beauty blender gekocht. Was ik al helemaal vergeten. En dit is echt een super schattig kleurtje. Wel mega hard. Maar ja, hij moet natuurlijk nog nat worden. Dit is hoe die eruit ziet. En dit was hem alweer. Dat waren dus al mijn AliExpress aankopen. Die ik echt over de afgelopen tijd verzameld heb. Jongens, hopelijk vonden jullie het leuk. En hopelijk hebben jullie er ook wat aan. Laat me ook even bij de reacties weten wat jouw favoriete AliExpress item is die je hebt besteld. En laat me ook even weten of je nog een AliExpress shoplog zou willen zien. Dan was dit hem voor vandaag. En hopelijk tot de volgende keer weer. Doei!